Neutronensterren zijn de meest extreme sterren in het heelal en ontstaan door een normale ster als onze zon samen te persen tot de grootte van Amsterdam. Door een onvoorstelbare dichtheid hebben neutronensterren een enorme zwaartekracht die alleen overtroffen wordt door zwarte gaten. Bovendien zijn het de sterkste magneten in het heelal. Neutronensterren zijn vaak niet in hun eentje, maar in een baan om een gewone ster. Met de enorme zwaartekracht kan de neutronenster de buitenste gaslagen van de ster lostrekken, die vervolgens naar de neutronenster stromen als een gigantische kosmische draaikolk. Maar niet al dit gas valt op de neutronenster. Een deel wordt gelanceerd in jets, stralen van gas en energie die weggeblazen worden met bijna de lichtsnelheid en uiteindelijk botsen op alles wat in de buurt is. 40 jaar lang dachten we dat deze jets alleen konden ontstaan als het magneetveld van de neutronenster relatief zwak was. We dachten dat een te sterk magneetveld het gas zou tegenhouden om bij de neutronenster te komen. Maar met verbeterde technologie, waarmee we nauwkeuriger konden zoeken dan ooit, hebben we een neutronenster ontdekt met een sterk magnetisch veld en een jet. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we meteen snappen hoe deze onmogelijke jet ontstaat. Het laat wel zien dat de eerdere ideeën niet kloppen en aangepast moeten worden. De sleutel tot deze ontdekking was een perfecte timing van onze zoektocht, namelijk wanneer de neutronenster extreem veel gas aantrekt. Dus we weten nu dat deze jets bestaan en hoe we ze moeten zoeken. En we verwachten er nog veel meer te vinden.